Martin, we hebben net Studio De Wit gehad. We hebben een hoop dingen de revue laten passeren. Jouw striptekenaarschap, je muziek, tot muziekmakerschap. Maar ook eigenlijk met je de geschiedenis van hoe jij eigenlijk begonnen bent als striptekenaar. Ja. Als een jongetje die thuis zat met astma. En eigenlijk vervolgens die tijd gebruikt heeft om tekeningen te maken. En te schrijven en boeken te lezen. Ja. En radio te luisteren. Ja. Kortom, je hebt heel veel inputs gehad ook om je fantasie te ontwikkelen. Ja. En heeft dat jou ook deze richting heen gebracht, waar je nu teruggekomen bent? Ja, dat zal vast wel. Dat zijn dingen die kan je van jezelf... Als ik een gezonde Hollandse jongen was geweest, dan was ik misschien piloot geworden of stuurman op de Wilde Vaart. Ik had een oom die... Een peetoom die was stuurman op de Wilde Vaart. Dat wilde ik ook. Ja. Maar ja, astma. Ik heb een monsterboekje. Toen ik 18 was, geloof ik, had ik een schip op een lijn naar Casablanca. Daar zou ik mee gaan. Maar ja, astmaanval. Zo heb ik ook de dienst gemist. 4 dagen in de dienst. En toen kreeg ik een astmaanval. Kortom. En toen hebben ze me gelijk ontslagen. Toen was je buitengewoon dienstplichtig. Mm. Ja. De meeste mensen kennen jou van deze strips, hè? Terwijl je oeuvre is vele malen groter dan alleen dit. Want je bent ook reclame tekenaar. Alles bij elkaar denk ik zo'n 100 titels. Ja, dat is niet niks natuurlijk. Nee. We hebben het vaak over Maarten Toner als de godvader van... Martin, hè? Martin, je hebt helemaal gelijk. De godvader, maar ik denk dat jouw positie in het stripschap van Nederland... langsband ook wel bovenaan komt te staan. Ja, dat wordt natuurlijk ook overtrokken. Je zit op een gegeven moment zit je in een bepaalde positie en je hebt in een bepaalde situatie en je hebt bepaalde wensen en bepaalde dingen die je graag wil doen en dan komt dat een beetje op je weg. Ja. Maar daar is natuurlijk nooit een bewuste tactiek aan geweest. Nee, het is een soort Engelse cakewalk. Laat ik vooropstellen, ik kom natuurlijk nog wel uit de generatie tekenaars die opgegroeid zijn met de gedachte van voor een tekenaar is een studio. En Martin Toonder wilde een Martin Toonder studio, want je had Walt Disney Studios. Daarna wilde iedereen een studio hebben. Ja. Dus je hebt, ik weet niet hoeveel amateurs die een studio begonnen. Dus, ja, maar goed. Dat is zeg maar een ontwikkeling. Je hebt diverse titels op je naam staan. January Jones, Storm, Zetari, Storm, Johnny speel. Goodbye, ja. Matt Marteau, De Kat, een heleboel titels. Ja. En, we hadden net in de uitzending even over van, de Diergaarde Blijdorp had zo'n mooie toren vroeger. Ach, ja. En, iconische toren. Iconische toren. En die heb jij ook op een gegeven moment weer in het leven geroepen. Nou ja, toen ik die strip maakte in het AD, ik geloof dat 2002 was of zo, die over Diergaarde Blijdorp ging. Dat was onder andere omdat mijn neef, Martin van Wees, die werkte onder andere als olifantenverzorger in Diergaarde Blijdorp. Dus ik kon overal achterkomen, overal inkomen, overal bijkijken. En ja, voor mij was Diergaarde Blijdorp een kale vlakte met betonnen dingen en die prachtige uitkijktoren. Ja. En die hadden ze een paar jaar daarvoor, hadden ze die jaren 70. Ja, in de jaren 70 is dat geweest, ja. Hebben ze hem afgebroken. Ja, wat wegens eens betonrot, hè? Werd gezegd, maar ze kregen hem niet om. Dat ding was echt grof werk van nodig. Ja, dat verhaal is al lang gegaan. En toen die in de krant had gestaan, want ik wilde hem erin hebben, absoluut. Dus ik heb hem erin getekend, op de plek waar die hoorde te staan. Ja. En toen werden de vragen in de Rotterdamse gemeenteraad gesteld van dat nou in de krant staat, betekent dat erover gedacht wordt om hem op te bouwen weer? Ja. Er werd er inderdaad over gesproken, maar niet door mij in ieder geval. Nee, maar eigenlijk vind jij... En hij hoort erin. Er weer te staan. En volgens mij zijn jij en ik het met elkaar eens dat onze collega's van Rijnmond daar eigenlijk een zaak van zouden moeten maken. Ja, ik vind dat er werk van gemaakt moet worden. Die moet, de toren moet er weer komen. Ja, in eerbetoon aan architect van Ravenstein. Precies. Ja. En ook gewoon omdat hij zo mooi is. Ja. En was. Ja. Was natuurlijk. Ja, maar misschien komt hij nog wel.
We hebben het nog even gehad dat er een aantal strips, een aantal albums voor jou nog op stapel staan. En het een heeft met Oranje te maken. Ja, meer met het schip wat ze op het ogenblik aan het herbouwen zijn. De Delft. Ja. Waar op het ogenblik alleen nog maar de staketsels van het... het skelet staat er nu van. Ja, en mijn verhaal was op dat de herbouw van dat schip gebaseerd. Maar dat schijnt nou niet door te gaan. En dan is het wel erg veel werk voor iets wat niet doorgaat. Dat vind ik wel jammer. Dus ik ben nu aan een ander album bezig om dat eerst te doen. Als ze doorgaan met die herbouw van dat schip, met die rest... Ja, hoe noem je dat? Ze gaan een antiek oud schip bouwen. Ja. Als dat doorgaat, dan maak ik hem alsnog. Goed, dus... Het Oranje complot. Eigenlijk heb je dit nu in handen neergelegd van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam gaat beslissen of het Oranje complot gaat verschijnen of niet. Dus alle stripliefhebbers die moeten zich tot de gemeenteraad van Rotterdam... Ik kan maar één ding zeggen, ja, naar het stadhuis. Goed. Martin, het was leuk om jou als gast te hebben. Ik vond het leuk om gast te zijn. Heel veel succes. Hey, dankjewel. Proost. Water hoor.